krijgen voor mijn verjaardag. Ja, nou, dat was in de zomerjarig. Kun je nagaan, 23 juni. Nou, daarvoor had ik het op besteld. Ik kreeg een appel binnen. De bestelling gedaan die ik had gekregen voor de mondkapjes. Ik heb ze zijn nou niet meer met wit, maar met zwart. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag wens ik jullie toe vanuit mijn nederige huisje. Bij Corina en de beestenboel, alleen nog is het niet meer een hele complete beestenboel, nee. Jullie weten wat er gaande is, ik heb gisteren ook niet gevlogd. Nee, het is weer voor het eerst dat ik even de camera erbij pak. Ik was er gisteren ook niet toe in staat, ik ben eigenlijk nog helemaal raar ervan. En we kennen een heleboel mensen die zeggen het is maar een dier. Maar het was ook een dier. Een dier met een gouden hart. Zij hebben ook door moeilijke tijden heen weten te slepen samen met Gandalf, samen met Frodo die ik toen nog had. En ook daarvoor samen met haar andere broer, de echte broer Gimli, die dus haar voor is gegaan. Om naar de hemel te gaan. Maar oké, buiten dat allemaal. Ik wens jullie natuurlijk welkom bij deze nieuwe vlog. Ik probeer weer mijn best te gaan doen. En ik heb ook helemaal nog niks in elkaar gezet. Ik heb wel filmpjes in mappen weten te krijgen. Want anders kon ik ook niet verder om ze in elkaar te zetten. Dus dat moest ook gedaan worden. Dat heb ik wel voor elkaar gekregen. En ik hoop dat ik vandaag er aan toe kom weer iets in elkaar. Dus dat loopt weer behoorlijk ver achter. Want ik moet ook nog boodschappen doen. Het leven gaat weer door, zoals we dan zeggen. Die is lekker te smikkelen, Gandalf. En Rijka, die is op de bank aan het hangen. Nou ja, en we wachten op een telefoontje van het crematorium. Zodat we eeuwen op kunnen halen. Maar ja, morgen krijg ik om 12 uur, zoals het er nu voor staat, al visite van niemand anders dan onze enige echte Rebecca. En rond de 1:15 komt, Astrid weer, mijn huishoudelijk zorg. Ja, dat we zullen het leven horen wat. En als ze al morgen bellen, dan hoop ik dat we haar kunnen halen nadat Astrid weg is. Ja, dan weet ik het even niet hoe ik dat moet hebben. Maar ja, oké, komt allemaal goed. Ik ga nou even Rijka uitlaten, even frisse neus halen. En daarna ga ik boodschappen doen. Zeg het, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Het is hier al, bewolkt, maar ook zonneschijn. Dus dat is wel weer fijn. Oh ja, nog wat even anders. Ik kreeg gisteren wel een pakketje nog door de deur, door de brievenbus. Die ik al ik weet niet lang geleden besteld had. Of ver voor mijn verjaardag. Ja, nou, dat was in de zomerjarig. Kun je nagaan, 23 juni. Nou, daarvoor had ik het al besteld. Ik kreeg een appel binnen. Ja, ik zal misschien ook het hebben moeten. Die moet zo en die moet zo. Ja, wat is dat? Nou, ik zal het even laten zien. Ik moet het wel even willen. Ik doe er even één aan. Zo, moet die even goed zitten, want dat zit nog niet helemaal goed. Kom op. Zo. Kottek handschoentjes, nou ja, Karin die zei al heksenhandschoentjes en Roderick Halloween handschoentjes. Nou ja, oké, het is maar wat je wilt, toch? Maar ja, ik ben er blij mee. Ja, dat, ja, helemaal top, geweldig. Dus daar zat ik al op te wachten en ik denk, nou, als ze met mijn verjaardag er zijn, dan ken ik
Nee, ja, voor me, nee, dat kreeg ik zien met mijn verjaardag aan. Ik wou ze dus aan hebben bij mijn jurk met 25 september, dat ik 2 jaar getrouwd had kunnen zijn. Maar ja, dat ging het niet worden. Maar ja, komt goed. Zo, kan ik ze weer in het zakje doen. Een zakje die dicht kan. Er zit een ritssluitertje in, ook altijd handig, als dat ritssluitertje tenminste mee wilt werken. Zo. Hij zegt klik, 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 dus ja. Zet het weer netjes in, opgeborgen. Gaat het mee naar boven, dan gaat het in een la aan de kant van mijn, waar mijn mannetje altijd sliep, want daar leg je speciale dingen in, ook handschoenen bij, mijn lange blauwe jurk met al die lovertjes die ik aan had met de trouwdag van Karen en Roderick. En toen had ik er nog geen handschoenen bij, want die zag ik pas weer veel later zilverkleurige, net zoals de tasje die ik erbij heb, ja. Maar oké, misschien dat ik dat, misschien hoor, rond de feestdagen aan kan, ik weet het niet. Ik zit ook met Rijka en met Kandel, dus ik moet wel omdenken. Maar je weet maar nooit, wie weet, dan krijg ik van iemand een etentje, word ik getrakteerd op een etentje. Nou, altijd leuk, altijd meegenomen. En dan hoop ik wel dat de restaurants weer open mogen, ja. Maar ja, komt ook goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, hou vol goede moed. En helemaal nog steeds door de war, maar het komt ook wel weer goed. En ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik ben net weer thuis. Ik heb boodschappen gedaan. Tas vol en ik heb weer de bestelling gedaan. Die ik had gekregen voor de mondkapjes. Ik dacht, ze zijn nou niet meer met wit, maar met zwart. Nou ja, wel niet anders weet je. Maar ik had post gekregen. En daar ben ik weer verdrietig om, maar wel hartstikke lief. Ik hoop dat jullie dat kunnen lezen. En op de achterkant, ja, ze hebben mijn naam fout, maar oké, prima. Mijn naam is Luisterburg Deontjes één naam, want mijn man heette ook zo, weet je. Dus mevrouw en meneer Luisterburg de Jong. Dat is ook meneer Luisterburg de Jong, niet alleen nog Luisterburg of niet alleen nog de Jong. Nee, het hoort aan elkaar vast. Maar ja, doet er niet toe. Beste mevrouw Luisterburg, heel sterkte met het verlies van Eowyn. Warme groet, Team Dierenkliniek uit de Pasteurstraat. Nou, lief hè. Zo mooi. Ja. Nou ja, dan moet ik Mary bellen. Ik moet Corrie bellen, want ik heb voor hun ook mondkapjes. Ik kreeg van Mary nog een bestelling. Die zei maandag, de Vibra die is weg. Ik zei, pardon, ik zei, dat kan niet. Toen had ik het geweten. Ja, maar toch is die weg. Ik reed er langs en dan was er nog. Dus ik heb gelijk een filmpje gemaakt en dat naar Mary opgestuurd. Ik zei, wie dat zegt? Ik zei, die is van mij. Ik zei, kom op. Nou, ik zal mijn jaksnoepjes gekocht worden. Nou ja, oké. Okay. Zo, mijn jaksnoepjes. Nou ja, en ik heb een heleboel weer. Ik heb er alweer 2 gekocht ook, want ik moest er 7 hebben en ik had er 10 gekocht. Ik heb er alweer 2 gekocht ook. Ja. Nee, niet voor meer dan dat het bij de winkel kost. Nee, zo ben ik niet. Nee, niet aan vrienden of aan bekende mensen. Nee, want een. Nee. Vind ik niet nodig om iemand leeg te lurken, nee. Maar oké, ik ga aan de koffie en ik zal bij de computer gaan zitten, want ik moet dus ook nou nog een vlog in elkaar zien. Oh nee, ik moet deze boodschappen opruimen en Mary bellen, Corrie bellen. Ik had nog een wat is app oproep gezien. Dus dat ga ik eerst allemaal doen voordat ik die computer aan doe. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Ik weet het even niet. Oh, ik was jou kwijt. Ja, ik was jou kwijt. Waar was je nou? Was je rondje lopen van de zaak? Onder de snontafel heen. Wat moet je nou aan mij te snuffelen? Doe je pet goed.
Kom, zo. Ja, pet goed, hè? Ja, je bent lief, hè? Ja, je bent een schattie. En je bent zo'n poppie. Maar waar is Gandalf? Die zat er net buiten. Op de picknicktafel. En jij wilt ook naar buiten. Ah, hij zit er nog. Kikkeboe. Hey, Gandalfie. Ja, geef maar een map, hoor. Geef maar een map, man. Mag ze niet doen, hè? Nee. Zeg maar, laat me met rust. Nou, doe de deur weer dicht, want warm is anders. En ik heb de kachel vandaag nog niet nodig gehad. Dus nee. Gaan we weer achteruit. Van de achteruit gaan de verkeer. En dus, nou, ik zou zeggen, ja, ik ga de spullen allemaal opruimen. Brood, kippie. Oh ja, ik heb het leuk gekocht voor aan de rollator. Ik vind hem zo lief. Een soort met regenboog hondje, poesje, wat is het? Ja, ik weet eigenlijk niet wat het is. Ik zou het niet weten, maar... Ik vind hem zo lief. Komt hij in het midden van het mandje van de rollator. Lief toch? Ja, vind ik van wel. Maar in ieder geval. Ik had daar een grote knuffel op zitten. Maar die heb ik weggegeven. Want die had ik ook weer van iemand gekregen. Nou, die mij weer een schop in de rug na heeft gegeven. Nou, voor iemand die mij een schop in mijn rug nageeft, hoef ik niks van te hebben. En ik moet deze eens een keertje niet vergeten om die aan Mary te geven. Want Mary vond hem, maar ik raapte hem op omdat ik er beter bij kon. Die is van Mary. Ja. Dus die gaat naar Mary. En ik vergeet hem gewoon iedere keer. En dat vind ik zonde. Ja, die gaat naar Mary. Ja. Ja, hup op de snoepjes. Komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later en hou vol goede moed. Doei! Het is Ja, Rijka die is dus Gandalf aan het uitdagen en Rijka was er net met die doek aan het spelen. Dus ja, ik denk, ik pak even de camera erbij, want ik vond dat wel even leuk. Maar ja, nou staat met de kont omhoog tegen de rugleuning aan. En ze laat Doekie leggen en ze laat Gandalf ook met rust. Maar hoe komisch is dat? Kijk, ik geloof het goed, maar zodra ze wat komen zijn... Ja, en ik heb natuurlijk Akari weer aan de telefoon. Logischerwijs. Hoe is dat nou zit? Oh, hou je op met spelen? Rijka, hou je op met spelen? Pak dan. Hier, pak hem dan. 1, 2, hop. Goed zo. Ja. Ik kan zo meteen optie voeren, dat is leuk. Maar dan moeten we wel klaar zijn met het volgende. Ja, nou ja, ik begin net, want de twee zijn aan het uitdagen naar elkaar. En ze was met haar doek bezig te spelen. Dus ja, en nou daagt ze Gandalf uit. Dat vind ik wel even leuk om te filmen, logischerwijs. En ik had 10 van die mondkapjes weer gekocht. Enkeltjes zijn nou niet met wit, maar met zwart. En ik heb alweer 2 gekocht. Oké. Ja. Ja, gewoon voor hetzelfde geld hoor. Het zijn mensen die ik ken, dan ga ik... Ik wil er geen winst uit maken, wil ik niet. Zo, moet die stuk? Ja, trekken. Huppata. Ja, vind ik even leuk om jullie te laten zien en mee te maken. Dat ik hang weer op jou hoor. Nou ja, oké, hetzelfde. Ja, ik ga weer sluiten. Jullie hebben het weer even kunnen genieten ervan. En ik ga druk verder aan de gang, want ik moet nodig... beginnen met een vlog in elkaar te gaan zetten. Ze zeggen het toeliedokies.